Meenal, zou je iets verder willen introduceren? Ja, mijn naam is dus Meenal Ahmad. Ik werk als onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik heb zelf een achtergrond in culturele antropologie. En in de afgelopen jaren heb ik dus een promotieonderzoek gedaan aan de Universiteit voor Humanistiek. Dankjewel. En kun je iets vertellen over de focus van het onderzoek en de noodzaak hiervan? Ja, in de afgelopen jaren, zoals ik al zei, heb ik onderzocht hoe mantelzorgers met een migratieachtergrond de zorg ervaren voor een familielid met dementie. En ik heb daarbij met name gekeken naar hoe de zorg gedeeld wordt binnen families en hoe de zorg gedeeld wordt tussen families en formele zorg. Daar was nog niet zoveel over bekend, want mantelzorgers met een migratieachtergrond worden heel weinig en te weinig meegenomen in dit soort onderzoek. En ja, de vergrijzing en toenemende diversiteit in westerse samenlevingen maakte de urgentie van dit onderzoek dus groot. Ik heb daarom een kwalitatief onderzoek uitgevoerd, vooral onder mantelzorgers en voor een kleiner deel onder zorg- en hulpverleners. En wat was er al wel bekend over de zorg bij mensen met een migratieachtergrond en wat voegt jouw onderzoek daaraan toe? Wat al wel bekend was uit voorgaande onderzoeken is dat mantelzorgers met een migratieachtergrond minder gebruik maken van formele zorg. Dat kan te maken hebben met taalbarrières, discriminatie of bijvoorbeeld een gebrek aan kennis over dementie. In die voorgaande onderzoeken suggereren dan ook dat deze mantelzorgers vaak intensievere zorg geven en daardoor vaker overbelast zijn. Maar waar nog niet zoveel onderzoek naar gedaan was, is hoe mantelzorgers met een migratieachtergrond het delen van de zorg ervaren. En hoe die ervaringen gevormd worden door hun sociale omgeving en door hun contacten met formele zorg. En zoals Savitri en Evelien in de video al vertelden, het geven van zorg is een complexe ervaring, vaak een emotionele en morele ervaring. Die beïnvloed wordt door verschillende factoren. En binnen dit onderzoek heb ik dus geprobeerd om daar inzicht in te geven. Ja, en in je onderzoek ga je dus ook in op die emotionele ervaring van het geven van zorg. Wat zegt je onderzoek over het ervaren gevoelswereld van deze mantelzorgers? De bevindingen laten zien dat het geven van zorg gedaan wordt vanuit twee sociale opvattingen of morele kaders, kun je zeggen. Mm-hmm. Die stellen dat je voor een ouder familielid hoort te zorgen. Het ene morele kader stelt dat je zorg geeft aan een ouder familielid uit liefde voor je ouders bijvoorbeeld. Omdat ze bijvoorbeeld ook voor jou hebben gezorgd als kind. En het andere morele kader stelt dat je zorg geeft vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ook als je geen fijne relatie hebt gehad met je ouders. Deze opvattingen of morele kaders zijn al aanwezig in een samenleving. Maar vaak geeft slechts één vrouw in een gezin of in een familie je gehoor aan. Dat is vaak een dochter of een schoondochter. Mm-hmm. En met die morele kaders in gedachten neemt zij dus de meeste of alle zorg op zich. En doordat ze aan die morele kaders kan voldoen, geeft dat een gevoel van trots en kracht ook, dat ze de zorg kan geven. Dat zorgt er ook voor dat ze de zorg kan blijven geven. Ja, dus het gehoor kunnen geven aan het morele kader van liefde voor je ouders en het morele kader van verantwoordelijkheidsgevoel geeft dus een gevoel van trots en kracht. En wat betekent dit voor het delen van de zorg? Het betekent dat met die morele kaders in gedachten de zorg of de mantelzorgrol langzaamaan een belangrijk deel van de identiteit van de mantelzorger wordt. Mm-hmm. Dat is zeker het geval wanneer de zorg niet gedeeld wordt binnen de familie. De mantelzorg, om daarmee om te gaan, dus met een gebrek aan dat de zorg niet gedeeld wordt in de familie, wordt de mantelzorgrol afgezet tegen familieleden die geen zorg geven. Mm-hmm. Een mantelzorger kan dan denken van ja, ik ben in ieder geval wel een betere dochter of een betere gelovige dan familieleden die geen zorg geven.
En dat is eigenlijk een manier van omgaan met gevoelens van overbelasting. Maar vooral ook met gevoelens van teleurstelling in familieleden die geen zorg geven. Het onderzoek laat daarmee dus ook zien dat het geven van zorg een hele emotionele en morele ervaring is. En om de ervaringen en behoeften van mantelzorgers te begrijpen, heb je ook gebruik gemaakt van intersectionaliteit. Ja. Wat zijn hierbij de belangrijkste bevindingen? Wat vooral naar voren komt is dat iemands migratiegeschiedenis, dus hoe iemand gemigreerd is, en de sociale klasse waarin iemand is opgegroeid, van grote invloed zijn op het verkrijgen van vaardigheden die van belang zijn bij het organiseren en het delen van de zorg. Mm-hmm. Maar wat dit in de praktijk betekent, verschilt per mantelzorger. Omdat andere sociale factoren of andere aspecten van iemands identiteit en iemands levensgeschiedenis ook beïnvloeden hoe de zorg ervaren wordt, hoe de zorg gedeeld wordt. Denk bijvoorbeeld aan bijvoorbeeld iemands positie in de familie. Of er een sociaal netwerk is of niet. En bijvoorbeeld wat voor rol religie speelt in iemands leven. Ja, dus je zegt dus eigenlijk dat iedere mantelzorger andere levenservaringen heeft. En daardoor dus ook andere behoeftes heeft bij het delen van zorg. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het onderzoek laat daarmee dus ook zien dat we ons niet moeten blind staren op cultuur, op de cultuur en etniciteit van mantelzorgers. Maar in plaats daarvan iedere mantelzorger te zien als een uniek individu die verschillende ervaringen heeft en waarvan de achtergrond eigenlijk heel complex is. En die beïnvloeden de manier waarop iemand de zorg ervaart en de behoefte die iemand nodig heeft. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar de persoon die tegen je over zit als professional. In plaats van labels te plakken op mantelzorgers door ze te zien als onderdeel van een culturele groep. Ja, en je hebt ook met zorg- en hulpverleners gesproken. Wat kwam hieruit naar voren? Wat vooral naar voren kwam is dat zorg- en hulpverleners in het contact met mantelzorgers en families het vooral belangrijk vinden dat er een gevoel van nabijheid is, want dat is nodig om de zorg te kunnen delen. En daarvoor is het heel belangrijk dat er ook een gevoel van begrip en vertrouwen is tussen mantelzorger en professional. Maar bij mantelzorgers met een migratieachtergrond, in hun contacten daarmee, wordt dit gevoel van nabijheid vaak verhinderd. Ook mantelzorgers ervaren vaak een gevoel van afstand, waardoor nabijheid en vertrouwen eigenlijk niet mogelijk is. En dat leidt er dus vaak toe dat professionals deze mantelzorgers niet verder kunnen helpen. En dat ze dus vast raken in hun werk. Daarnaast kwam naar voren dat professionals in hun werk heel erg uitgaan van een vraaggestuurde benadering. Evelien vertelde het ook al eventjes. En in deze benadering wordt de regie heel erg bij de mantelzorger gelegd. Dus het is aan de mantelzorger om de hulpvraag te formuleren. Maar... dat is vaak werkt dat gewoon niet zo. En ik weet nog dat een paar professionals me ook vertelden dat wanneer een mantelzorger de hulpvraag niet formuleert of aangeeft geen hulp nodig te hebben, dat ze dat dan ook dat de professional het dan ook moeilijker vindt om een mailtje te sturen of om even te bellen om te zien hoe het gaat. Dan zou je misschien als professional opdringerig overkomen, want het past niet binnen een vraaggestuurde aanpak. Deze aanpak werkt vaak niet wanneer er geen vertrouwen is. Want iemand zal de hulpvraag gewoon minder snel formuleren wanneer er geen gevoel van vertrouwen is en nabijheid. Daarnaast werkt deze aanpak ook niet wanneer een mantelzorger bijvoorbeeld geen kennis heeft van dementie. Dus gewoon niet weet wat dementie is. En ook niet op de hoogte is van wat de mogelijkheden voor ondersteuning zijn. In de breakout sessie zal ik daar wat verder op ingaan. Maar wat vooral naar voren komt uit het onderzoek is dat deze aanpak er echt vaak toe leidt dat professionals vast komen te zitten in hun werk. En waardoor vervolgens mantelzorgers ook niet ondersteund worden in het delen van de zorg. Ja, dus je gaat in op die nabijheid en vraaggerichte aanpak. En als dat niet wordt bereikt, wat gebeurt er dan?
Ja, wanneer dat gebeurt, zag ik dat het vaak gerelateerd wordt aan culturele verschillen. Dus het contact lukt niet. En het eerste waar professionals vaak aan denken, niet altijd, maar vaak wel, dat het te maken heeft met culturele verschillen. Mm-hmm. Dat gebeurt doordat professionals het contact met mantelzorgers met een migratieachtergrond vaak vergelijken met mantelzorgers uit de meerderheidspopulatie, waarbij het contact vaak wat makkelijker gaat. Maar op die manier worden deze mantelzorgers als de ander gezien, waarmee het heel moeilijk is om contact mee te maken, omdat ze de cultuur niet zouden kennen. Dat wordt dan, zo is die gedachtegang dan. Daarnaast wordt ook vaak aangenomen dat, ook wat Evelien al eigenlijk vertelde en Savitri, is dat wanneer mantelzorgers niet om formele hulp vragen, ook al snel wordt aangenomen dat niet gebeurt omdat mantelzorgers met een migratieachtergrond nou eenmaal liever zelf zorg geven of nou eenmaal liever binnen het eigen sociale netwerk hun probleem oplossen of op zoek gaan naar ondersteuning. Behalve dat dat niet overeenkomt met de ervaringen van de mantelzorgers die ik sprak, leiden deze manieren van denken er vaak toe dat professionals vastlopen in hun manier van werken. Ze ervaren daardoor ook vaak een soort handelingsverlegenheid, waardoor ze ook een beetje terughoudend zijn in het doorvragen bijvoorbeeld. Daardoor komen veel vraagstukken niet op tafel en wordt het delen van de zorg dus verder belemmerd. Mm. En een paar professionals die ik sprak hadden wel andere manieren gevonden om toch verbinding te maken met mantelzorgers en obstakels te overkomen. Maar de meeste professionals die ik sprak hadden het toch vaak over dit soort obstakels die ze tegenkwamen in hun contact met mantelzorgers met een migratieachtergrond. Ja, en komen we al bij de laatste vraag. Hoe kunnen zorg- en hulpverleners die nu ook meekijken mantelzorgers met een migratieachtergrond ondersteunen? Vaak wordt gedacht dat vaak wordt gezocht eigenlijk naar concrete formules of concrete handvatten bij het delen van de zorg met families en mantelzorgers met een migratieachtergrond. Maar die zijn er niet en die kunnen er volgens mij ook niet zijn, want het gaat altijd om maatwerk. Van een aantal professionals hoorde ik bijvoorbeeld dat ze het fijn zouden vinden als er een boek was met een overzicht van verschillende culturele gebruiken per culturele groep, zodat ze hun contact met mantelzorgers met een migratieachtergrond daar vervolgens op kunnen afstemmen. Maar zoiets werkt niet. Dat zou gewoonweg niet werken, omdat mensen veel meer zijn dan de culturele groep waar ze toe behoren. Wat wel kan helpen is om geen culturele labels op mantelzorgers te plakken, maar om open en nieuwsgierig het gesprek aan te gaan. En zoals ik al zei, het is altijd heel belangrijk om te kijken naar de mens die tegenover je zit en je af te vragen hoe is iemand opgegroeid, hoe lang woont iemand in Nederland, zijn er sociale netwerken of niet, et cetera. Er zijn heel veel vragen die belangrijk zijn om de achtergrond en de levensgeschiedenis van de mantelzorger helder te kunnen krijgen. Dit soort aspecten spelen allemaal mee in hoe de behoeften zijn. Daarmee bedoel ik ook dus dat het belangrijk is om contact of verbinding te maken met de leefwereld van mantelzorgers. Want zij zijn een enorme bron aan kennis. En zij weten als geen ander hoe de ouderen met dementie geleefd heeft en wat de behoeften zijn in de zorg. Dus vooral het gesprek aangaan met mantelzorgers. Wat daarna heel belangrijk is, is dat professionals zich ook bewust zijn van hun eigen referentiekader. Wanneer we het hebben over mantelzorgers met een migratieachtergrond, gaat het vaak over de cultuur van de ander. Maar professionals hebben ook een cultuur natuurlijk. Ze hebben ook hun professionele bagage en ze nemen ook zichzelf mee in het werk dat ze doen. Het is heel belangrijk dat ze daar bewust van zijn, want objectieve hulpverlening is er niet. We komen allemaal ergens vandaan. We zijn allemaal met bepaalde normen en ervaringen opgegroeid. En die kleuren de manier waarop je zorgsituaties in dit geval ziet en benadert.
Dus in het contact met mantelzorgers denk ik dat het heel belangrijk is dat professionals zich constant afvragen met welke bril kijk ik naar deze zorgsituatie of naar deze mantelzorger. Het is natuurlijk ook belangrijk dat professionals gesteund worden hierin door de organisaties waar ze werken. En dat zou kunnen door diversiteit en inclusie als aandachtspunt te nemen. Ja, dankjewel Menal voor dit gesprek. En we kijken heel erg uit naar jouw promotie half november. En mocht je daarbij willen zijn, stuur dan ook een berichtje even naar Faros. En dan linken we je door voor de online sessie.